Jeff. In april. Dat is de dag dat elke YouTuber kan uploaden, wat hij wil. Elke YouTuber uploadt 100 clickbait van de L, want het is 1 april, het kan allemaal. Eén dag in het jaar grappig zijn, de andere dagen campagnes. Maar ik doe het omgekeerd. Het is 1 april, snap je? Een campagne voor parfummerk die mij wil sponsoren. Ambipur. Lucht. Ochtenddauw. Verwijdert hardnekkige aanhoudende geuren. Perfect voor iedereen die in jouw klas stinkt naar rotte vis. Gebruik nu mijn kort. Je ruikt naar het toilet. Hey! Wat is deel mij naar school vroeger? Daar zaten mensen die toch wel een felle lijfgeur hadden in mijn klas. Dus gebruik nu Ambipur. Verwijdert hardnekkig aanhoudende geuren. Ochtenddauw. Oké, wat gaan we doen? Het is 1 april. April Fools! Het is toch 1 april! Als mensen zeggen van... April Fools! Ik heb dit nooit gedaan. Het was een fucking grap. Eindelijk, ojo, ik heb hier lang op gehoord, man. Habbo Hotel. Ik speelde niet op Habbo. Dat was een sunny day, guy. Wanneer je haar volgt om te ruilen, maar ineens wilt ze Bobba. Shit. Hey. Ik zelf op de retro hotels dat ik last van chickies, man. Steekt Bobba in jouw Bobba. Facts. Wanneer je wil ruilen, maar ze wil 5 Bobba. Lekt. Hey. We gaan een uitlach bij die, man. Find jou voor jezelf. Ze hebben Habbo gespeeld, hebben snap hier een hol van, man. Hang je Bobba! Ruikt hij wel fris, ik ga niet liegen. Die Ambipur, man. Kwaliteit. Seks. Phone seks. Bobba! Kijk, dat is niet zo. Kijk, wat is dit voor shit? Je lag op elkaar. Je kan zo op elkaar schuiven op het bed. Doet broekje uit. Kijk, als die eerste keer was, dan dacht hij altijd, wat fuck, wat moet ik nu doen? Het enige wat je moest doen, was gewoon een beetje geluidjes maken. Dan had die fucking Habbo seks, man. Ik zeg, ik heb een leuke tijd gehad daarop. Having a successful boyfriend. Like me, you. Having a boyfriend who owns a Pixel Casino. Ik ga niet liggen. Ik had wel een Pixel Casino, man. Hij zag er wel gekker uit dan deze shit. Weet je hoe lang hij hier aan bouwde? Weet je hoe lang het duurde om zoiets te bouwen? Dat was niet zoals Minecraft, hij gewoon shit kon zetten, man. Je moest rollers gebruiken. Je moest er items op zetten en dan glitchten ze in elkaar. En dan kon je... Heel veel kinderen hebben heel veel geld van hun ouders opgedaan. Je krijgt toch pas de rekening op het einde van de maand. Je hebt de hele maand speelplezier voor niks. En pas op het einde van de maand moet je... Zien jullie dit? Paarse dino ei. Holo girl. Rode hobbatroon. Habbo club. Bank. Het grasperkje, man. Jullie beseffen niet hoeveel geld die waard waren. Dat grasperkje. Bobba! De Habbo meme krijgt een. Yeah. Op 10. Dat is een goede score, man. Hey, zo beginnen we de video. Drink maar goede scores. Ik ben niet naar de kapper geweest, bij doen. De kapper is niet open op maandag. Morgen is er een nieuwe dag. Morgen ook een nieuwe lamp. Next. Hollanders nu al zeggen, je bent toch een Belg? Nee, je hebt toch geen flow idee waar die muziek komt? De erwtensoep van Unox is niet te fretten. Ik ben ook deels Nederlander, hoor. Ik heb veel vrienden gehad in Nederland. Ties, Gio. De Unox memes, ik zag je investeren in die Unox memes, man. En OR, ik hoorde 51% Nederlanders OR denken. Dude! Alsof je jezelf weet wat dit ding is. Luchtalarm. In België hebben we geen luchtalarm. Als er hier iets fokt opgebeurt, dan gaan we gewoon allemaal dood. Maar ik ben wel hard, man. We hebben het luchtalarm bij jullie gewoon veranderd door de Unox Steam Song. Bel je NRS gewoon een aanslag of zo, je hoort dit ineens. Zal ik aan heel veel mensen nu boos zijn, maar kijk, het is gewoon niet mijn ding. In België hebben we zoiets aan genoemd knor. Het is wel tandje hoger. Ik fok niet met die erg gepakte kant-en-klare soepjes, man. Hey, nee, het is gewoon niet nice. Dit is echt hele makkelijke content. Hoge noot. Ah! En als je een lage noot moet doen, wat doe je dan? Wat fucking tune, man. De Unox teamsong meme. Ik raad van mij en jullie eiltensoep is niet te fretten op 10, man. Dat is een goede score. Makkelijke content, man. Ik fok hiermee. Hey.
meme review. Ik heb het deze keer bij Nederlandse memes gehouden. Ik ga weer moeten wachten tot volgend jaar. Het weer 1 april is, zodat ik dit weer even kan doen. Oké, maar ik moet oppassen met deze, want straks word ik gedemonetiseerd, man. Iedereen mag één snoepje uit de trommel pakken. Hardcore makkers. Ik heb speed. Next meme. Ik vind de Karis meme niet zo grappig. Ik heb ook een variant op deze, maar zoals ik al zei, ik mag het oppassen. Ik wil niet gedestrooid worden, snap je? Ik ben Keta. Next meme. Hey, ja. Hier een lekkere ijskoude frappa kappa mokka chokka dinges naar binnen te slurpen. Hey! Lopen die Neandertalers daar te doen? Ze weten toch dat ik in september in bad ga? Dames en heren, let u op. De deuren openen in uw richting. Ik hoor al die Nederlanders weer zeggen, joh, je weet toch niet waar de fuck Villa Volta. Ik ben nog nooit in de Efteling geweest, het is lang geleden, maar ik weet niet of die attractie daar nog is. Mijn eerste keer Villa Volta, ik vergeet die nooit meer. Zo die rare attractie, ik snap het nog altijd niet, maar je zit zo in een stoel en ineens draait alles en het lijkt alsof je over de kop gaat. Het voelt ook zo, maar het is niet zo. Mijn eerste keer Villa Volta, daar heb ik dan ontdekt dat je niet over de kop gaat, maar ik moest kotsen en... Ja, snap je? Moest je omgekeerd hangen, dan valt het naar beneden. Dat is niet gebeurd. Villa Volta! 9 op 10. Dames en heren, let u op. De deuren openen in. Ik wil nog eens naar de Efteling. Ik wil dat politieke mensen in Nederland wel een beetje hipper zijn dan in België. Laat me je zeggen hoe het zit. Hel, gewoon een goed lied. Gewoon een goed lied. Die Vissa is lit. Die Vissa is lit. Kom op, bitch, dikke akka, veel grip. Stel je voor, Bart de Wever zit hier zo op deze manier. Hey! Ik heb geen idee wie dit is. Wie het eerste ruikt, heeft zijn kontje gebruikt. Dit is maffie. Kijk, sommige memes moeten gewoon niet verteld worden. Don't do this. Hoer? Nee. Meisje van lichte zeilen? Vrouw die zich al liggend staande probeert te houden. Hey. Ik vind ook dat het woord kecht niet meer gebruikt mag worden, snap je? Als jongen, je mag zoveel meisjes neuken of je wilt, dan is het stoer. Maar hey, als een meisje het doet, vrouw die zich al liggend staande probeert te... Hey, dat is het oudste beroep ter wereld, put some respect on him. Misdaad plegen, meedoen aan het criminele circuit, participeren aan clandestine activiteiten. Voordeel eraan is wel, je leert wel nieuwe woorden. Clandestine, ik weet niet eens wat dat woord is, maar wat... Hé? Ja? Nee. Waarlijk? Nee. Waarachtig? Nee. Ja. Ja. Ja, kut meme. Deze meme krijgt een... Moeilijk. Deze meme krijgt een... Hey! Op 12. Dat was het voor vandaag. Dank voor het kijken naar deze video. Dat jullie het leuk vonden. Dat was mijn 1 april video. Ik heb niet zoveel gelogen tegen jullie. I'm a real-ass YouTuber. Maar ik heb wel gebruik gemaakt van deze gelegenheid. Wat een moeilijke woord, man. Ik heb wel gebruik gemaakt van deze gelegenheid om... Hey, meme. Tot de volgende keer. Deze video was gesponsord door... Ambipuur. Ochtenddauw verwijdert hardnekkig aangehoudende geur. Voor elke stinky winky in jouw klas... Ambipuur. Voor een spotprijsje van... Kijk, niet in je mond spuiten. Kijk. Hey, bye! Stond ook in een boekje. Hey! Schijn en april grap, ik stond er echt in. Het waren 8 pagina's, man. 8 grote pagina's over mij. Ja. Ace it, 19 jaar, zet kinderen aan tot lezen. Yeah. Fuck it. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hello. No, die... Oh.